OV-poortjes houden zwartrijders niet tegen. De eerste ochtendspits met dichte poortjes op Amsterdam Centraal was voor een hoop mensen even wennen. Denk bijvoorbeeld aan de vele toeristen in onze hoofdstad. Sinds vandaag kun je niet meer op de perrons komen zonder zo'n jongen. Een OV-chipkaart. Net zoals op heel veel andere stations al langer het geval is in Nederland. Maar niet alleen voor toeristen was het even zoeken. Mevrouw, u had net een probleempje bij het uitchecken. Ja, inderdaad. Ik had een heel stom probleempje. Nu werkt het beter dat ik hier beter kan uitchecken en inchecken. U had boven uitgecheckt? Nee, op het perron, als je aankomt met de trein. Dus u kwam hier niet meer uit? Ik kwam hier eigenlijk niet uit. Maar dankzij de vriendelijke hulp van NS voorlichters, die hebben me goed geholpen. Wat vind je van die poortjes? Ja, op zich werken ze op andere stations wel goed, maar ik vind ze in Amsterdam wat tegenvallen, ook puur omdat er zoveel toeristen langskomen. Dat zorgt wel voor de chaos bij de poortjes, omdat mensen niet begrijpen wat ze ermee aan moeten. Ik vind dat niet kunnen, weet je. Ik en mijn jongens willen ook gewoon kunnen lopen hier op het perron en zulke dingen. We willen ook gewoon mensen kunnen ophalen hier van het treinstation, familie, vrienden, bezoek. Je weet toch, mensen gewoon. Oh, ik vind het op zich wel prima, maakt mij niet zoveel uit. Ziet u veel mensen die vast komen te staan? Nou, ik heb het nu nog niet gezien, maar het is nog niet zo heel druk op het moment. Maar het gebeurt wel? Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker bij de toeristen, ja, die snappen er niks van. De mensen die blijven nu wel vaak aan de poort staan die bijvoorbeeld naar de bussen willen. Maar die kunnen we verwijzen naar de Ei- en Amstelpassage. Dus in principe gaat het allemaal goed. Alleen mensen moeten even wennen aan dat ze dus de tunnels moeten gebruiken. Maar doorgaans accepteert iedereen dat gewoon. Nu hoe ik er langs kom, er zijn allemaal manieren, man, broer. Als de conducteur even de ogen aan de andere kant heeft, of de politie, die is hier toch niet aanwezig, wordt choepen om snel. Snap je wat ik bedoel? Of je de poortjes open had, dichtgehaald, we reizen, we willen reizen, we hoeven er niet voor te betalen. We maken onze eigen keuzes hier in Amsterdam. Je weet hoe het gaat hier, snap je? De afgelopen 3 jaar heeft de NS nu al op meer dan 70 stations in Nederland de poortjes gesloten. Allemaal om de veiligheid te vergroten en het zwart rijden tegen te gaan. Maar goed, dan krijg je het getjoep weer ineens. In Rotterdam is het bijvoorbeeld al 2,5 jaar zo. Utrecht Centraal volgde bijvoorbeeld afgelopen maand nog. In Amsterdam is er nu nog maar 1 station waar de poortjes nog open zijn. Dat is Sloterdijk. En dat station volgt mogelijk nog voor de jaarwisseling.